Dogan, vandaag de laatste wedstrijd van de voorbereiding gespeeld tegen Leonidas. 3-0 gewonnen. Hoe kijk jij terug op de voorbereiding die net verlopen is? Ja, ik ben redelijk tevreden. Je ziet dat je veel dingen terugziet die je getraind hebt of die we eigenlijk al erin hadden zitten vorig seizoen. Dus je hoeft niet meer op bladzijde 1 te beginnen. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat er nog genoeg werk te doen is. Hè? Dat je vooral een aantal wedstrijden hebt gespeeld waar er grote momenten in de wedstrijd slordig werd gespeeld. En dat moet gewoon beter. Dat vond ik vandaag overigens wel een stuk beter. Dus ik denk dat we qua gevoel wel lekker naar zaterdag toe kunnen leven. Maar zo'n hele voorbereiding, ja, het zegt natuurlijk niet zo heel veel. Wij weten al lang dat vooral deze jongens zich heel erg goed kunnen focussen op de wedstrijden waar het echt om gaat. Ja, dat is nou helemaal niet in de voorbereiding. Dan is het wel dringen richting je plek veroveren. Ja, zoals het er nu uitziet, is het grootste gedeelte is gewoon dezelfde ploeg als vorig seizoen. En dat is op zich logisch, hè? Daar hebben we heel goed mee gepresteerd. Maar nu moet het gaan gebeuren. Ja. Kan jij in zo'n voorbereiding daar dan ook een klein beetje doorheen kijken? Van, hè? Dat er toch meerdere factoren meespelen in die oefenwedstrijden? Nou, inmiddels wel. Ik merkte dat vorig jaar rond deze tijd vond ik dat lastig. Toen kon ik de ploeg gewoon minder goed inschatten. En toen vond ik de voorbereiding echt tegenvallen. Ook qua resultaat, maar ook qua dingen die ik terugzag. En dan ben je daar niet gerust op. En vervolgens zie je al meteen dat eigenlijk in die competitie het niveau hoger werd binnen de eigen ploeg. Ja, met die wetenschap sta ik nu wel wat rustiger dan vorig seizoen. Alleen, ja, we hebben wel een zwaar programma. Ik denk dat je meteen al aan de bak moet richting Volendam uit. Daarna krijg je 3 ploegen die in de top 5 zijn geëindigd. Dus ja, we kunnen wel aan de bak. Ja, want je zei het al, hè? Komende zaterdag is dan Volendam, Jong Volendam, de eerste tegenstander. Hoe schat je die tegenstander in? Ja, het is een typische jong ploeg die fit zullen zijn. Waarschijnlijk ook fitter dan wij nog. Ze trainen meer op weekbasis. Eerder begonnen ook. Ja, jonger overal. Alleen, we zien ook vaak dat jongploegen in het fysiek wel eens in de problemen komen. Nou, Volendam staat bekend om een 4-3-3, meestal punt naar voren, positiespel goed verzorgd. Ja, daar zullen we ons tegen moeten wapenen. Maar wij willen ze heel graag op onze manier welkom heten in de tweede divisie. Ja, want voor Jong Volendam is het ook haar debuut. Hè, kampioen geworden in de zondag derde divisie. Waarschijnlijk zal er vanuit die kant ook wel met enige respect naar Excelsior Sluis worden gekeken als nummer 2 van de tweede divisie. Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant kan ik me ook zomaar voorstellen dat ze dat niet doen. Hè? Want ze zitten bij een BVO. Hè? Zij richten zich op het eerste elftal, willen naar de eerste divisie. En hebben misschien het gevoel van, ja, we zitten in een amateurcompetitie. En weet je, misschien doen we dat wel even. Dat zou naïef zijn, hè? Maar het kan zomaar zijn. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk gewoon prima gepresteerd. Dat kan meespelen in hun kopjes. Als dat zo is, ja, moeten we er maar gebruik van maken. Maar dat telt allemaal niet. Dus resultaat uit het verleden is genoeg over gezegd. Waar je zelf aanmerkt op het afgelopen seizoen was dat vooral de start, de eerste fase van de competitie, de eerste periode, dat daar nogal de nodige punten zijn verspeeld. Ja. Hoe heb je dat, hoe denk je dat nu voor elkaar te krijgen dat wellicht achterblijft? Nou ja, ze hadden de factor geluk niet heel erg mee ook destijds. Veel kansen misten we. We hadden al een aantal wedstrijden beter van het spel en een grotere kansverhouding in ons voordeel. Nou ja, als je dat nu beter ombuigt in doelpunten, dan komt het allemaal goed. Maar laten we eerst beginnen met het creëren van die kansen en weinig weggeven. Dat deden we wel nog te veel in het begin. Ik heb te veel tegengoals makkelijk. Ja, hopelijk is dat ook iets wat al van begin af aan beter staat. Hè? Zoals we eigenlijk ook het seizoen geëindigd zijn. Daar kwamen we op een gegeven moment op een gemiddelde van 1 doelpunt per wedstrijd uit. Ja, en dat is wat ook wel een beetje voor Maassluis staat. Maar we zijn heel erg gaan werken aan de productie. Ja, dat ging heel erg goed. Daar zijn we hoog in geëindigd. En, ja, als je daarop uit gaat komen weer, in dat gemiddelde van het aantal doelpunten ervoor, dan zijn we spekkoper. Maar ja, dat is speculeren op iets wat we niet weten. Er zijn heel veel ploegen die zich versterkt hebben. Dus dat is heel moeilijk meten. En laten wij gewoon dicht bij onszelf blijven. En voortborduren waar we geëindigd zijn voor het seizoen.
Nou, om te beginnen dus aankomen zaterdag bij Jong Volendam. We gaan het zien. Dankjewel.